Johanna uit een heel klein dorp, een leuke struise meid. Die riep opeens met 18 jaar, nu wordt het toch wel tijd dat ik dit nest verlaten ga, ik denk dat ik vertrek. Ik ga de wijde wereld in het dorp, hier word ik gek. Ze pakte dus haar koffer in en stapte op de trein. Haar ouders klaagden steen en been, u weet hoe ouders zijn. Ze klaagden, ach, ze klaagden, wee, wat doe je ons nu aan? De wereld is ontzettend slecht, maar slechtste is de man. Mijn kindje moet beloven, hoor, om altijd braaf te zijn. En toen ze die belofte deed, vertrok ze kuis en rein. Maar in de stad gekomen, daar verandert ze op slag. Omdat ze daar als dorpeling een nieuwe wereld zag. Ze knipte al haar rokken af tot hoog boven de knie. En 's avonds zat ze in een bar, soms tot een uur of drie. De mannen bleven ook niet uit, ze kon haar keus wel doen. Want in diezelfde grote stad lag ook het garnizoen. Soldaten waren haar te min, sergeants niet goed genoeg. Het liefste ging ze 's avonds uit met een die sterren droeg. Ze minde eerst de luitenant en daarna de majoor. En drong zo langzaam tot de top der generalen door. Johanna had het met die drie ontzettend naar haar zin. Want als de een naar huis toe ging, kwam de andere weer in. De een wist van de ander niet en dat was juist zo fijn. Want ieder dacht dat hij toch wel de enige zou zijn. 1, 2, 3, 4. De luitenant kwam in de week wel 6 of 7 keer. Maar de majoor had veel meer tijd, dus die kwam nog veel meer. De generaal tenslotte was een hele hoge Piet. Dus haalden het die andere twee bij zijn bezoeken niet. Maar op een zondag in april, een dag om niets te doen, sloeg een bericht in als een bom bij het hele garnizoen. Het was de militaire arts die gaf de eerste hint. En weldra was het op ieders lip, Johanna krijgt een kind. Oh, 1, 2, 3, 4. Soldaten lachten in een vuist, ze kwamen niet in tel. Maar de majoor en luitenant en generaal dus wel. En zo ontstond er groot paniek daarbij de legertop. Wat moest er nu worden gedaan, hoe redden zij hun kop? De een wees toen de ander aan en dreef hem in het nauw. Kijk, niemand wou de dader zijn, want ieder had een vrouw. De luitenant gaf haar zijn geld tot op de laatste duit. Hij deserteerde toen meteen en ging het land maar uit. En de majoor die Don Juan heeft haar zijn huis beloofd. Toen hij van de notaris kwam, schoot hij zich door het hoofd. En ook die oude generaal, die wist geen raad ermee. Hij gaf er alles wat hij had, leeft nu van de WW. Johanna nam het blij gezicht, de gulle gaven aan. Voor haar is het alleen maar fijn dat alles zo moest gaan. Want hij die denkt de schuld te zijn, die heeft het lekker mis. Omdat zij allen blanken zijn, een kind een neger is.